Oké. Nou, we gaan eerst even ontbijten. Zet jij die koffie even neer? Ja. Ik wil eerst even een plan van aanpak. Jij zorgt dat die partytent weggaat zometeen. En je ruimt die boel hier buiten een beetje op. En dan doe ik binnen. En ik zorg dat ze haar goed zit. Maar we gaan nog voorlopig nog niet weg. De grenzen zijn gesloten. Ja, wie zegt dat? Nou, ik heb van Disneyland een telefoon gehad gisteren. En die zegt dat het allemaal de schuld is van Rutte. Nou, dus, bel die dan. Ja, cola. Lekker eten, schat, hè? Lange reis hoor, die we gaan maken. Oh, ja, dag meneer Rutte, u spreekt met Ron van Patat met friet van Ron en Riet. Gezonder is er niet. Ja, wat is je nou aan het doen, joh? Ik heb uw nummer van Dissel. Ja, en ja, ik vind het leuk dat ik wel een telefoon heb. Maar hallo, kunnen wij nog de grens over? Want we zijn eigenlijk binnen weer tegengehouden en we willen graag naar Spanje. Ja, ja, maar vliegen hebben we niet zoveel aan. We zijn ondernemers. We hebben een hele grote kraam, vliegkraam. Dus dat gaat een beetje moeilijk vliegen, in dit geval. Ondernemers, ja, ben ik gek op. Fantastisch. Ja. Ja. Maar de grenzen blijven nog eventjes dicht. Oh. Heeft natuurlijk alles te maken met die anderhalve meter samenleving. Hè, die we echt met z'n allen moeten nastreven. Dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken, mensen. Ja. Behalve via de lucht al natuurlijk, hè. Ja, goed, ja, ja. Dan heeft u geen vriendin. Maar ik raad u toch aan te gaan vliegen met zoveel mogelijk mensen, want... Dat is het mooie. In het vliegtuig mag u bovenop elkaar zitten. Sorry dat ik even onderbreek. Wat is hij nou aan het doen, joh? We hebben daar niet zo heel veel aan. Zat hij nou nog te bellen? Vliegen is spotgoedkoper en oh zo belangrijk voor onze economie. Dat ik ook niet geduld. Ja, nou, ongelooflijk bedankt. In ieder geval, voor niks. En goed daar, Riet. Ja, dat zal ik het doen, hoor. Dag, meneer Rutte. Ja, dat is toch... Wat gaat hij nou doen? Belt hij nou nog? Nee. Nee. Tori, Ron. Ja. Ja, Rick en ik, we willen echt naar Spanje. Dat snap ik. Ja, en als dat niet kan, dan... Dan ga ik gewoon terug naar mijn moeder. Wij gaan gewoon naar Spanje, hoor. Dat komt helemaal goed. Hè? Het komt goed. Wil hij dan een patatje met friet misschien? Met mayo, met ketchup patatje doen? Patatje ketchup doen. Ja. Wil je lekker patatje ketchup? Hij wil een patatje met ketchup. Hij wil een lekker patatje ketchup. Ja, komt er dan hoor. Dan zal ik je haar goed. Het komt allemaal goed hoor. We gaan gewoon lekker naar Spanje. Gewoon in de kast links onderin. Ik heb drie van die bakken gehaald. Nee, ik heb Wouters meegenomen, want hij zal het zonder moeten doen. Kijk nou even goed. Oh, ja. Zijn jullie al open? Jazeker, ja. In dat geval graag één patatje met mayo en ketchup willen, alstublieft. Voor mij hetzelfde, met extra ketchup. Jullie zijn de jongens, hè? Oh, die snor? Ja. Ja. Sorry, ik durf bijna niet te vragen, maar jullie zijn toch de jongens? Van... Ja, Nick en Simon. Nee, van dat programma. Oh, ja, Koen en Sander. Van de radio. Nee, ja. Nee, ik bedoel van een kinderprogramma. Oh, Betty en Annie. Nee. Peppy en Kokkie. Dik en Dunne. Robert is een kwabbenoot. Bas en Adriaan. De Blues Brothers. Nee, dit is Pieter. En dat is Willem. Van de proefkeuken, weet je wel. Ja, nee, proefkeuken. Ja, nee, dat weet ik. Oh, Ron. Dit zijn Willem en Pieter van de proefkeuken. Oh, wat leuk. Hoi. Ja. Ik heb alleen slecht nieuws. We hebben geen ketchup. Oh, dat is jammer. Doe dat maar alleen met mayonaise, alsjeblieft. Voor mij ook graag. Maar jullie kunnen toch alles maken?
Nou ja, ketchup moet wel te doen zijn. Ja, ja dat denk ik wel. Hebben jullie de verpakking nog? Ja, dat is dit. Hier. En? Moeilijk? Nou, dat moet te doen zijn, toch? Ja, zit wel snor. Komt dik voor elkaar. Ja, oké. Okay, dus, nou, geweldig. Maar willen jullie dan wel heel veel maken? Want wij gaan emigreren naar Spanje, dus hebben we gelijk grote hoeveelheden. Ja, weet je, maak je niet dik, dun is de mode. Als jullie de tomaten zorgen, dan doen wij de rest. Ja. Tot zo, au revoir. Zo, ja. Haal jij tomaten? Jawel, maak ik houten. Ach, wat een leuke jongens. Twee keer. Oh, die snor ook. Ja, die staat hem echt heel goed. Ja, nee, er is wat tussengekomen vanwege de regels, dus dat laat nog even op zich wachten. Oh, wat jammer. Ja? Doe je mee met de les dan? Nou. Toch, als je niet zit, dan kan je nog even meedoen. Misschien wel. Zou wel leuk ja, zijn. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, misschien ja. Nee, ik moet heel even kijken of jullie plekje niet gereserveerd is. Nou, dat lijkt me stug. Nee, er is zoveel ruimte overal. Nee. Moet ik anders even naar de directeur? Ja, nou, nee. Huh? Nee. Ah. Hé, hey, Jochem, zet je deze op de rekening? Ja, moet tomaat hebben. Ja? Ja. Oh. Suiker, azijn. Azijn, hebben we zout. Water, ja, heel goed, riet. Water met een rietje. Aroma's. Ja, en even kijken. Heb jij misschien tomaten? Nee, Ron. Oh, kijk eens. Hey, dat ziet er goed vooruit. Uit. ja. Laten we beginnen. Ja, Oh nee. Mijn moeder FaceTime. Oh, wat erg. Oh. Niet verkeerd. Hola, mam. Schatje, wat is er met jou gebeurd? Je zit onder het bloed. Nee, we hebben... Nee, we zitten niet. We zitten, dat is geen bloed. Waar is Dirk? Wat is er met jou? Ik zit ook onder het bloed. Wat is er gebeurd? Mam, er is echt helemaal niks aan de hand. Er is niks aan de hand. Nee, we hebben meegedaan aan tomatina. Dat is een soort traditie daar, hier in Spanje. Ik heb tomatengevecht. Ja. Ja. Nee. Dat is het. Wat hoor ik allemaal? Wat gebeurt er daar? Nou, wat je nu hoort op dit moment, dat is... Ze zijn bezig met de weg. Ja, want het is een slecht wegdek. Dus ze zijn nu bezig met de weg. Ze zijn bezig met de weg, ja. Riet, jullie zijn toch aan het strand? Ja, nee, we zitten ook gezellig aan het strand. Oh, Dickie, schatje. Ja, de... Oh, wat een lievertje van me. Ik mis je zo. Ja, het gaat goed. Ja, nee, het gaat heel goed met Dickie. Het gaat allemaal prima. Oh, ik heb zo'n zin om naar jullie toe te komen. Ja. Ja, en we moeten er weer vandoor, ja. Zou ik maar zeggen. Dus ja. We gaan weer. Ja, we gaan aan de slag. Dag. Ja, dag maar. Zo, we zijn weer lekker fris en fruitig. Voorzichtig. Zo. Heerlijk. De mannen. Ja. Ron, Riet. Klaar? We hebben het. Pak even labeltjes. Oh, wat heerlijk. Moet ik wat aanpakken? Meneer Molendijk, wilt u ook even proeven? Molenaar. Ja? Oh, nou, ik ben nieuwsgierig. Volgens mij is hij verrukkelijk, hoor. Ja? En? Kijk eens. Een lekker lepeltje. Ja. Nou, proef maar. Ja. Echt zalig. En? Ja? Ja. Potverdrie zeg. Ja, het is lekker hoor. Ja, hartstikke goed. Laten we maar gelijk open gaan. Jullie willen twee patatjes? Ja, patatjes. Ja, een patatje met ketchup. Ik gooi het er lekker in. Mm. Oh. Twee patatjes. Met ketchup en mayo. Heerlijk. Ja, komt eraan. Twee frietjes mayo. Ketchup, jongens. Moeten jullie niet anderhalve meter? Mayo, alsjeblieft. Anderhalve meter, hè? Hup, hup. Probeer onze kerngezonde huisgemaakte tomatenketchup. Nou, is goed zo. Hoi. Ha, nou, ik wou graag twee patatjes met hup. Kerngezonde huisgemaakte tomatenketchup. Ja? Ja, dat komt eraan. Eens even kijken. Lekker hoor. Kerngezonde friet. Heerlijk. Nee? Molenaar. Molenaar. Ja, molenaar. Ja. Twee patatjes. Ik zou toch heel op prijs stellen als je even wilt proeven. Het is gemaakt van verse tomaten. Dus, Nee,
Van tomaat? Alleen tomaat? Ja, nou, en kruiden en specerijen. En azijn zit er ook in. Dat is allemaal helemaal vers, helemaal lekker vers. Ja, geen suiker dus? Jongens, zit er suiker in? Ja. Veel? Een kilootje of 9 of zo? Nou, ja, kilootje op 9. Oh, super lief, dankjewel. Maar nee, ik hoef niet. Maar wel bedankt. Ja. Ron, kom hier. Laat je ook even je handen wapperen. Ja, kom maar. Ik ben er bijna doorheen. Dan komen ja, ik snap het, ja. Zeg het maar, hoor. Denk jij dat we ooit nog naar Spanje gaan? Tuurlijk. Ja, je moet je dromen gewoon een beetje najagen, dus dat is goed. Is het jouw droom nog wel? Wel, tuurlijk. Ja hoor. Oké. Slaap lekker dan. Ja, maar rusten. Rust, lieve Dickie. Zachte m-klank uit. Ron! Ja, sorry. Wat is dit nou weer? Hi, lieve YouTube-kijkbuiskinderen. Leuk dat jullie gekeken hebben. Wij hebben een prijsvraag. Ja, en die vraag luidt... Wat bestelt Willem op zijn patatje? Precies. Ja, stuur je antwoord... via de link en je maakt kans op een mooie prijs, namelijk de pet van Ron en Riet. Gezonder is het niet, of wel? Ja, 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 klopt. Vers of Riet. Ik heb ook wel zin in zo'n pet. Ja, ik kom even langs op de camping. Ja, dat is gezellig. Ja, het is mooi weer. Goed, iemand nog een patatje? Oeh, lekker.